Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Spelunky. Ik ben er vandaag klaar voor. Ik voel hem in mijn vingers, ik voel hem in mijn hoofd, in mijn ogen. Ik voel hem overal. Echt overal, ja. Dus ik pak mijn Ninja er gewoon bij. Ik heb vertrouwen in jou. Ik ben nog een klein beetje verkouden, dus mijn excuses als dit... als je mij soms hoort kuchen of... dat soort dingen doen. Dat komt gewoon omdat ik gigantisch ziek was de afgelopen 2 dagen. Ik voel me goed nu. Dus om dat te bezegelen, dat goed voelen, gaan we Olmec. Ook wel Omar genoemd. Wauw, goed komen. Huimond. Ik moet even inkomen, het komt vanzelf. Geen haast. De Infinity Life trouwens van de gozer. Oh, kom op. Don't be a dick. Don't be a dick. Wee! Oh god. Oh god, oh god, oh god. Niks aan de hand, niks aan de hand. Dit gaat al heel goed. Om eerlijk te zijn. Dit kan niet beter, zou je denken. Oftewel, we spelen Spelunky. Dit is een dungeon crawler. Oftewel... oh! Oftewel, random dungeons. En je moet proberen zo lang mogelijk te overleven. Het is een heel leuk spel. We proberen nu een eindbaas te ownen. En het gaat met deze aflevering lukken. Ik heb er echt legit vertrouwen in. Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan, zoals altijd. Ik heb nog een keer wat tutorials gekeken, want ik vond dat het gewoon tijd was dat we dit spel een keer gaan uitspelen. We doen deze serie al best lang, dus weet je. En ik heb het vaak genoeg verneukt nu. We zitten nu op aflevering 33. Geen idee. Ik kijk daar nooit naar van tevoren dat ik opneem. Ik neem wel alles, laat me zeggen, een dag en nu zelfs een paar uur van tevoren op. Dus als je dit ziet, terwijl ik hem release, dan... ja. Oh, cool. Dan zie je dat voor... dus ik weet niet eens meer wat ik zei. Like, ik ben net wakker. Give me a break here. Oké. Okay. Oké, we willen zijn aandacht. Ja. Nee. Goed zo. Kill it. Kill it. Skull pakken. Oftewel, er is een strategie voor Olmec. Voor Omar bedoel ik. Omar! Goddammit. We hadden hem een naam gegeven. Dit is zo moeilijk. Oké. En we moeten nog 1 dungeon halen en dan hebben we Omar. Kunnen we Omar gaan ownen. Holy shit. Oh nee! Kut! Ik zag hem niet. Nee! Nee! Vandaag wordt een goede dag. Ik voelde hem. Kom op. We gaan nu niet in de lava vallen. Fuck you, mate. Get wrecked. Niemand mag jou. Ik mag hem een klein beetje. Ik mag de meeste mensen wel. Ik ben een zeer aardig persoon, om eerlijk te zijn. Ik zie mezelf als een aardig persoon. Af en toe ben ik een klootzak, maar hey. Wie niet, wie niet, wie niet. Oké, dus we gaan hem halen vandaag. Ik heb vertrouwen in, want er is een klein techniekje. En die wou ik vorige aflevering ook al doen. Maar toen faalde ik gewoon. Oké, laten we gewoon eraf gaan. Stone in your face. Auw. Wat klootzak. Klootzak. Get wrecked, mate. Oké. En op ze springen, tak. Get wrecked. Oh, I'm so meesbals. Mezelf proberen niet proberen te raken. Ah. Oh, ik heb jou niet nodig. Ik heb deze nodig. Laat het geld verpakken, waarom niet? Wea! Oké, dit gaat fout. Dit gaat fout. Dit gaat fout. We hebben nog 2 levens. Oké, dat kan. We hebben wat meer ropes nodig. En... ja, we hebben meer ropes nodig. Want die gozer deed het met... de gozer die het in de tutorial deed, deed het met 2 ropes. Maar ja. Ik ben Tim, dus waarschijnlijk heb ik er meer nodig dan 2. Die gozer zag er goed geoefend uit. Hallo? Maar ja, dus als ik hem deze aflevering haal, dan is de vraag... is dat het einde van de serie? Want dat was ons doel, toch? Het spel uitspelen. En als we die gozer verslaan, Omar, is dat het einde. Dus oh shit, nu hebben we maar 1 rope. Nu wordt het wel een probleem. Ja, nu wordt het serieus een probleem. Kijk of we met 1 rope kunnen, mensen. Maar ik denk het niet. We hebben anders nog een poging. Nou, gepraat is moeilijk. Oké, komt-ie. Let op, let op. Oké. We gaan dit doen, we gaan dit doen. Focus mode activated. Omar, dit wordt jouw einde.
Kom op, kom op. Rennen. Oh. Dus dit moet je doen. Zie je? Oh. It totally works. Oh mijn god. Wordt dit hem? Oh. Oh. No way! Dat ging bijna fout, maar hebben we het nu gehaald? Wat? De deur is open. Welke steen neem ik mee? Neem ik Henk of Jan mee? Oh god, de deur is open. De deur is open. Oh, ik neem Henk mee. Oh mijn god. Wat gebeurt er nu? Nieuw character unlocked. Achievement made it. Worden we uit de vulkaan gegooid? Met gold? Met geld? Oh. Oh mijn god! Oh mijn... Wat? We hebben het gehaald! Ha! Dat had ik niet verwacht, zo snel. You will be remembered as a hero. Ninja power! Ninja power! Ninja power! Oh yeah, en Spelunky ninja power! Komt de credits nu? Wat is dit? Credits! Oh, nice! We hebben het spel uitgespeeld! En ook met een ninja dan ook nog! Waar komen die twee hulpjes vandaan? Waarom helpen ze mij? Ik snap dit niet! Ik vind het goed, maar waarschijnlijk gewoon wie het gold heeft, die is hun baas. Dus ik heb een groot gold hoofd gejat, dus nu ben ik hun baas. En we rennen op een kameel. Trouwens, dat miste ik bijna. Weet je hoe cool dat is? Deze muziek is zo lekker derpy. Deze hebben we nog nooit gehoord, deze muziek ook. We zitten altijd op... Maar deze aflevering is nu zo kort. Oh mijn god. Wat moet ik nu doen? Ik had niet verwacht dat ik het zou halen. Ik was hier niet op voorbereid. Special thanks to... We kijken deze wel even af. Dat moet wel. We hebben dit spel nu gewoon meer dan 30 afleveringen gespeeld. We faalden continu. En dit is het moment waar we op gewacht hebben. Tim speelt het spel uit. We made it. Er zijn sidequests, er zijn nog achievements die we kunnen doen. We moeten het nog halen door alle dungeons heen te gaan. En niet door gewoon vanaf de laatste er doorheen te gaan. Maar, weet je... Damn, we hebben het gehaald. Dus, wat ik nodig heb van jullie is in de comments... Zetten we deze serie door één keer per week. Dus ik doe hem nu één keer per week, maar ik was hem eigenlijk een beetje aan het afmaken. Nu ligt het aan jullie. Willen jullie dat de serie blijft? Willen jullie dat hem niet blijft? Want de serie krijgt niet, laat maar zeggen, 1000 views. Heel veel van mijn andere series krijgen wel rond de 1000 views. En dit is echt een serie die we al vanaf vroegs af aan doen. Dit is een beetje een deel core van mijn kanaal geworden. Maar ja, we hebben het uitgespeeld. Dus is het het nog waard om de achievements te halen? Willen jullie dat zien? Geef me je mening en waarom. Want ik heb dat nodig om te beslissen of ik doorga met de serie of dit de laatste aflevering is. Wauw. Maar dit is een korte aflevering nu. Damn it. Laten we nog even van de muziek genieten dan. Maar, oké, wacht even. Hij was super makkelijk trouwens, even dat heel duidelijk was. Omdat ik gewoon een trucje wist. Heel simpel. Er zijn dus meer trucjes om sneller dit spel uit te spelen. Er is een achievement, mensen. Even legit, er is een achievement dat je dit in 7 minuten helemaal moet uitspelen. Alle dungeons en de eindbaas. En naar het einde van de credits. Kunnen jullie met je vingers dit? Dat dacht ik al. Dat kun je niet, hè? Of wel misschien. Als je het niet kan, thanks for playing. Geen probleem, gozer. Wat een cool spel was het. No way. En dan, we hebben een nieuw character, dus laten we daar even... Oké, want we zijn duidelijk nog niet klaar met dit spel. Voor nu, want anders is de aflevering te kort. Dus we gaan even nog met een nieuwe character. Wat is het nieuwe character? Nee, jou hebben we al. Jou hebben we al. Wow. Wow. Oh, en moet je zien, er zit een gold dingetje bij. Wat? Waarom zit er maar één in? Er is nog een rechter. Moet je zien. Zien jullie dat? Er zit hier, hierboven. Hallo?
Hallo? Hallo? Er is maar één lamp aan. Oh, en er is hier nog eens, nu een springkaan. Oh mijn god. Yeah! Heb jij nog iets te zeggen? My shortcuts will you. Oké, laten we vanaf het begin even. Maar we hebben dus nu een springkaan hier ook. Mijn leven is compleet. Dus we gaan... The walls are shifting. Vanaf het begin tot het einde. We gaan gewoon even twee rondjes rushen en kijken hoe ver we komen. Deal? Ik weet niet eens meer hoe deze dungeons eruit zien. Dit is echt lang geleden dat ik in deze dungeons ben geweest. Oh shit, dat was slecht. Maar niet uit, kom op, pak hem en... Oké, laat maar. Deze zijn wel echt 10 keer makkelijk. Ik moet wel weer op de spinnen letten natuurlijk. Oh ja, en die spike zit hier ook. De nostalgie hier. Wauw! Het is zoveel makkelijker, deze dungeons. Oké, hier gaan we gewoon onderdoor. Ah, fuck. Ik moet echt leren om, laat maar zeggen, dat sneller te doen. En niet al mijn levens kwijt te raken, want... Laat maar zeggen... Mensen doen elk van die dungeons in ongeveer 30 seconden. En dat is dan goed genoeg, volgens mij. Oké, we kunnen hier niks. That sucks. Quick restart. Nog eentje dan. Nog eentje om het goed af te sluiten. Voor het geval dat jullie de serie niet meer willen. Wat heel begrijpelijk is. Want we hebben het uitgespeeld. Dankjewel voor alle support voor deze serie. Dankjewel voor het kijken ernaar. Ik vond het echt een hele leuke serie. Om te doen ook gewoon. Even kijken hier onderdoor. En die slaan we gewoon over. Ik ga hem wel missen. Moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het wel een leuk spel. Maar misschien livestream ik het nog een paar keer of zo. Who knows. Kom op, kom op. Fuck de bats. Niemand houdt van de bats. Oh, de sleutel ligt daar. Die achievement hebben we gelukkig al... Nou, achievement. Laat me zeggen, je moest die sleutel halen helemaal. En dan moest je hem naar een bepaald level toe brengen. Het was echt gestoord natuurlijk. Maar er zijn veel ergere dingen volgens mij die we moeten doen. We hebben nog niet echt slechte levels gehad. Wat altijd fijn is. Laat me zeggen, je kunt hele slechte levels krijgen. Oh, kom op. Oké, nou ja, maakt niet uit. Hier doorheen. Dit gaat goed. Dit gaat echt snel. Dit gaat op dat tempo dat je moet hebben om onder 7 minuten het spel uit te spelen. Maar ik verlies iets te veel levens nog. Oh. Oh, god. Oké, hier omhoog. Kom op. Laat me zeggen, je moet de grens vinden tussen reckless en slim. En dat is verrassend moeilijk. Kom op. Oh my. Had hij me op? Serieus? Oh nee. Nog eentje dan. Nog eentje dan. Om het goed af te sluiten. Want ik wil tenminste door de eerste dungeons heen komen. Dat moeten we kunnen. Ik heb nu wel een beetje vertrouwen in mezelf. Er zitten veel van die spiderwebs hier. Gevaarlijke drops. Doodoodoo. Dan moet je hem skippen snel. Volgens mij hoef je dat skippen hoef je niet te doen tijdens de run. Oh god, dat ging bijna fout. Ik wil zeggen, als je binnen die bepaald aantal tijd het spel wil uitspelen. Wow, ja. Die willen we langs. Oh, dat wou ik niet doen. Tok, en hier doorheen. Dat was een goede, dat was echt een netjes. Zag je dat? Zag je dat? 15 seconden. Dat is heel netjes, alleen maar voor die. We zitten nu op een halve minuut, wat heel netjes is. Gaan we de sleutel meenemen, who knows. Like... Oh, fuck. Ik dacht, daar kom ik misschien langs, maar oh. Oké, hier onderdoor. Hier op, dit gaat lekker, mensen. Ah! Oh, god. Nu gaat het wat minder lekker. Geen probleem, though. Geweldige serie, mensen. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen, laat maar zeggen. We hebben het gehaald, dat had ik niet verwacht. Dus, nu is het gewoon, laat maar zeggen, een beetje... Ja. Afwachten op jullie reactie, I guess. Oh, god. Dit gaat zo fout. Oké. Oké, dude. Dat ging bijna goed voor jou. Oeh, de dikke spin is hier. Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik weet niet waarom dat opblies. 1 leven. Dit wordt niet goed. Laat maar zeggen, dit moet je dan kunnen zonder levens kwijt te raken. Hupskee, volgende dungeon gehaald. Oftewel, voor vandaag hebben we ons goal gehaald. En daar gaat hem.
Nevermind, het was echt geweldig. Geef me je mening in de comments. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te commenten voor de finale. Er moet hier nog een soort kristal boven. Hierboven, hallo. Maar ik heb geen idee. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken, te commenten, te delen, te favoriten. Gewoon wees lief voor elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. Als je dat maar doet, vind ik het goed. De rest maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Dankjewel voor het kijken. Nogmaals, en tot de volgende keer. En welkom in mogelijk de laatste outro. Who knows? Dit is de laatste outro van Spelunky misschien. Als de serie niet doorgaat, dan is dit het einde. Gewoon het einde. Het enige echte einde. En weet je, we moeten gewoon even wat liefde hier laten zien. Want kijk, we hebben een springkaan. We hebben een pinguïn als vriend. En we hebben een kikker. We hebben zoveel geweldige vrienden gemaakt onderweg. Behalve jij. Niemand mag jou. Dus, waar waren we? Oh ja, vrienden en liefde verspreiden. Ik hou van jou. Wat ben jij lief zeg. Zie dat sprongetje ook dat hij maakt, die pinguïn. Ik ga het gewoon missen. Ik ga je echt missen. Ik ga het echt missen. Ik ga ergens in een hoekje huilen, want dit kan ik niet meer hebben. Doei. En dankjewel voor het kijken. Naar mijn YouTube kanaal. En gewoon awesome zijn. Ik waardeer het serieus. En tot de volgende keer. Bye. Look at the sky. I'm so high.